dit is de vierde keer dat we echt op wintersportvakantie zijn. Oké. En daarvoor heb ik het een paar keer in Den Haag gedaan. Ik denk het 2-3 keer, denk ik. Ja, echt een heel leuk avontuur. Om gewoon zitten te skiën en om ook een keertje actief bezig te zijn. Want ja, ik ben niet zo heel vaak actief bezig. Dus het is wel leuk dat dit een manier is waarop ik ook wel actief bezig kan zijn, zeg maar. Ja, het is altijd wel een avontuur. Ik vind het ook altijd wel een beetje spannend. Maar uiteindelijk geeft het altijd een onwijs kick om te doen, dus... Maar het voelt geweldig om onze dochters naar beneden te zien gaan. Het is heel leuk om ze te zien. Ze moeten echt werken. Het is voor hun een echte leuke sport. Nou, nee. Wij zijn helemaal geen wintersportfamilie. Absoluut niet. We hebben nooit zelf geskiet. De meisjes hebben ons leren skiën. De organisatie UP, dat is echt een fantastische organisatie. Ze luisteren heel goed naar wat je kind aan kan. Als ze zeggen je gaat te hard, dan gaan ze... wat langzamer en een pauze met chocolade, dus we maken er echt een feestje van. Nou, eigenlijk niet, nee. Het wordt zo goed begeleid en georganiseerd en weer nieuwe dingen bedacht om het makkelijker te maken, dat wij eigenlijk in alle vertrouwen onze dochter in de handen geven van de organisatie UP. UP, Unlimited Possibilities, bestaat sinds 2017 en we zijn deze 5 jaar volledig gestationeerd in Kapkroenzeelzee. We bieden de hele winter reguliere lessen en begeleiding aan. Als UP, als organisatie, moeten we echt kijken naar wat de mogelijkheden zijn. En wij willen, we streven niet naar om de zwarte piste af te kunnen. We streven niet naar om zoveel mogelijk pistes te nemen. We streven naar om dat iedereen gewoon geniet van de werk. Ik vind met name dat wintersport voor iedereen mogelijk moet zijn. En voor iedereen met welke beperking dan je het ook hebt. Het kan en het is allemaal mogelijk. Dus ik wil zeggen, gewoon doen. UP Adaptive Sports biedt lessen en begeleiding aan voor mensen met beperking hier in de sneeuw. Als ik aan het skiën ben, voel ik me heel stoer en dan heb ik normaal gesproken niet. We zijn van de kiezen en we naar beneden gaan skiën. Toch wel een mooie uitzicht op de berg. Dan voel ik me heel vrij en heel sportief. En ja... alsof ik even niet gehandicapt ben, zeg maar.